En daar hebben we geen zin meer, mag ik gaan? Okay. Nee, nog niet. Drie. Nu moet je schieten als het goed is. Gaan... Ja, die van Dion doet het soort van. Alweer. Hij schoot weer even ver als normaal. Hij doet het redelijk. Kijk, wat er van mijn kanonnen zijn over mijn gebouw is overgebleven is dit. En maar met die van mij was ook niet heel veel, hè? Ja, maar jij hebt het zelf gedaan. Bossie. Echt niet? Dat was al zo. Nee. Let op. Kijk, als je nou eerlijk en oprecht was. Dat ben ik toch? Dat heb ik niet gedaan, dat was al zo. Een handelaar. Ik moet even heel precies. Dit is echt het moeilijkste stuk wat er is: de timing. Hoe ik moet zorgen dat die deuren op tijd open gaan, maar ook op tijd weer dicht gaan. Alsof het me boeit. Waarom boeit het je? Nee. Weet je waarom niet? Je bent gewoon jaloers. Jaloers dat ik wel een werkend kanon heb. Ja, maar de mijne vind ik toch het beste. Eén. We gaan door totdat Tobias iets heeft. Drie. Ja, dat doen we altijd. Als ik klaar ben, dan... Dan is de tijd om. Ja, precies. Dat is het handige aan opnemen. Dan mag je beslissen tot hoe lang het duurt. Dus als ik klaar ben, dan kan ik altijd... Ja, de tijd is om. En heeft Bram niks, omdat ik zijn kanon opgeblazen. Zo, ja, Bram, je hebt verloren. Ik heb een nadeel aan mijn systeem. Dit werkt dus ook niet. 7. Oké. 1, 2, 3, 4. 1, 2. En hij bleef haken. Godverdomme! De gemoederen lopen hoog op tijdens Minecraft. Ja, dat zegt dat wel, ja. 4. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zit ik nu. Nee, ik moet meer hebben. Geef me meer vertraging. 5, 6. 7. Oké, ik ga die van mij testen. Hoe misgaat dit? Zal ik hem anders eerst zonder kogels testen? Nee, doe gewoon met. Moet ik toch maar iets doen met een systeem. Komt ie? Klik. Tjik. Nee, ik ben blij dat ik zonder kogels heb getest. Dit was zo rampzalig kunnen gaan. Maar ik ben eindelijk uit hoe ik het ga doen, hè? Ik hou voor op redstone. Hé, nou zeg je het dan eens. Nee, dat is elkaar. Jorie, zeg dat eens. Eindje van Bram. Hm? Eindje van Bram. Eindje van Bram. Eens kijken hoor. Hebben jullie ook het probleem dat je overal TNT hebt liggen? Nee, toevallig niet. Nee, ik ook niet echt. Maar ik heb wel een raadsel, want de één deur gaat trager open. 2, 3, 4, 5, 6. Kan dat ik grote bomen heb? 2, 3, 4, 5, 6. Heel vaag. Heel vaag. Waarom duurt die langer? Ik weet niet. Oké, ik ga met kogels testen. Jongens, willen jullie het aanschouwen? Mijn creatie, mijn monster? Oh, ik zal wel even kijken. En mijn liefje? Ja. Komt ie, hè? Nee, Bram, jij gaat daar niet staan. Oh, jij mag, ik heb hier een heel speciaal plekje voor jou. Oké, oh, hier van binnen kan ik ook genoeg schade aanrichten, hoor. Wil je niet doen, ik wil eerst zien dat hij weg. Dion, ik vertrouw op jou. Kom op, Dion! Dit ging niet helemaal. Wat nee. Niet helemaal? Zie die twee kraters voor je niet? Doe nog maar eens dan. Zag je hoe hard dat ding ging? Doe nog maar eens. Heb je niks gedaan, Bram? Nog niet. Ik heb het wel een beetje... Nee! Op! Weg! Oh, dat ging net goed! Oei. Ik heb een schatje weten te redden. Oei. Ik krijg echt gewoon een zin om een kanon aan de zijkant te bouwen. Maar ja, dit is voor mij ook al best wel camouflage. Maar ja, de tijd zit erop, dus... Dit is voor mij ook wel camouflage. Je zou niet verwachten dat hij zou schieten. Doet hij het voor jou het? Kijk, je zou niet verwachten dat hij het... Nee, doet het ook niet. De mijne doet het niet meer. Nee, maar er zit een muur voor. Misschien is dat de reden dat hij het niet meer doet, die jongen. 1, 2, 3... Jongen, ik moet even pistons op systeem doen. Oh, wat boeit dit ook. Ik pak wel gewoon zo... Hoe fout kan het nog gaan? Ja,
hoe fout kan het nou gaan, hè? Ja, ik denk dat ik er repeaters in ga bouwen. Of weet je wel, voor die extra stuwkracht. Bram, hoe is dat ook weer precies? Wat? Comparators? Ja, comparators. Ja, dat was niet eerlijk, wist je nog? Ja, maar ze mogen toch wel bij... Mogen ze niet? Of mogen ze wel? Ja, best. Hoe werkt dat precies ook weer? Vooruit, zo, toch? Want allemaal lieve jongens. Ja, het werkt zo. Dit kan al... Ik denk dat dit echt misgaat, omdat ik... Nee, dit gaat gewoon goed. Want ik moet hem best wel lang inhouden voor de deur, maar ook weer niet te lang voor de comparators. Ik heb een zo goed systeem, weet ik. Het werkte! Alleen de kogels gingen ook meerdere keren af en toe. Dat maakt niet uit, dat hoort erbij. Dan moet ik hem alleen nog meer camoufleren. Altijd in camouflage stoppen, want daar gaat het uiteindelijk om. Wie is het best gecamoufleerd? Dat zal vast wel de mijne zijn. Ik ga eerst het kanon bouwen, als jullie het niet erg vinden. Niemand die mij overtreft. Ja, misschien moet je eerst je kanon bouwen, Bram. Dan mag je ook meedoen aan onze wedstrijd. Ik had nog te twijfelen om een kanon een kwartslag te draaien. Als je nou een kanon bouwt... Kan ik nog steeds weinig. Als je nou een kanon bouwt, mag je ook meedoen aan onze wedstrijd. Ik heb een kanon. Ik krijg sowieso plus 20 punten van de jury van het mooi. Waarvoor zou je plus 20 punten krijgen? Mooi ben. Oké, je hebt een kanon. Dat is een begin. Ja? Maar nou de rest. Ik had wel veel. Wat ga ik er allemaal bij doen? Hoe ga ik hem goed camoufleren? Maar hé. Hey. Je hebt van die grappige mensen. Maar had ik het allemaal één dingetje laag moeten doen. Als ik nu weer alles oplaas, dan rage quit ik hem trouwens. Ik zie het wel echt voor me ook. Set cross. Bram dit ge... Wat? Set cross. Unknown command. Zit er geen world edit meer in? Pas niet. Maar ik... Oh man! Dat deed je toch zo? Sessions replace. Grass. Unknown command. Ik heb het allemaal dingetje lager moeten doen. Kan je überhaupt met zo'n ding iets... Zit er maar geen world edit in volgens mij. Ah. Dan ga ik wel een rivier bouwen erop. Een rivier op een kanon, wat dachten jullie daarvan? Oh, ik had hem natuurlijk ook onder een water... Nee, Bram, dat idee mag je niet stelen. Hem door een waterval laten schieten. Ben ik al mee bezig? Ben je er al mee bezig? Waarom lees je mijn poke messages, Tobias? Wat, dat het al tijd is dat we moeten afsluiten? Ik pookt jou net, mag ik hem ook onder een waterval door laten gaan? Oh, niet gezien. Toevallig zelf verzonnen. Nee, dat is niet zo. Bram pookte niet, serieus niet. Als gewoon iedereen geloven dat je dat ook nog echt deed. Nee, Bram pookte serieus niet. Bram, geef het toe, anders maak ik je kapot. Nee, ik geef het niet toe. Ik haat jou. Kapot maken doe je toch wel. Nee. Anders ga ik weer blokken voor je kanon plaatsen. Oh, je geeft het toe! Anders gaat Dion weer blokken voor je kanon plaatsen. Ja, ik dacht al dat het Dion was. Oh, oké. Okay. Zo, ik heb een watervalletje gemaakt. Mijn vredelievende landschap. Had je waterval dan gewoon zo gedaan? Nee, want dan stroomde dadelijk mijn kanon in. Zou dit werken? Ja, want ik stroomde er niet in. Doe maar. Ik wil het proberen. Oké, klaar jongens? Ja. Haal ik wel even de comparators eraf. Doe daar even normale repeaters. Yo, rustig aan. Dan kunnen we later altijd nog met comparators gaan spelen. Klaar? Hey! Ik win de wereld. Ik hoopte zo dat het water je kogels je kanonnen zou drijven. Ik win de wereld. Ik heb gewonnen, Bram. Geef het maar op. Waarom heb je nu opeens gewonnen? We are the champions. Geen tijd voor Bram. Wat jammer nou. We have no time for losers. Nee? Oké.
Wat laat nee. me namelijk. Je probeert mij af te leiden dat je extra tijd krijgt omdat je gewoon bang bent dat je verliest. Het ziet er ook niet heel mooi uit, moet ik zeggen. Wat? Hoe maak je een mooie waterval? Hoe wil ik dit eigenlijk gaan doen, trouwens? Volgens mij haal ik alleen maar de onderste rij weg. Weet je, als je toch bezig bent, doe dan ook aan de andere kant. Wat ben je aan het doen, Dion? Ik weet het niet. Voor mij haal ik nu alleen maar de onderste rij weg. Oh, fuck. Volgens mij doe je vrij weinig. Ja, ik probeer wat, maar het lukt niet. Bram, hoe lukt het bij die van jou? Bram? Waar zit hij dus kwits in mijn waterval? Die gaan automatisch. Hier, heb jij nog wat extra lading? Dank je. Succes! Dit is gemeen. Hij zou het wel zeker eens één keer aan. Nee. Dit wordt helemaal niks, ik voel het al. Dit wordt helemaal niks. Hé, nou... Kijk, het ruimt zichzelf op. Als je maar vaak genoeg schiet, ruimt het zichzelf op. Kijk. Straks houden ze zichzelf tegen. Voor mij is het veel te diep ook, man. Ze zijn ook bij mij opgeklommen. Ja, Dion, wat ben je überhaupt van plan om te bouwen? Weet ik niet. Een ik muur die... Fijn. Ik kan nog geen blokken plaatsen, omdat er fucking creeper voor staat hier. Een muur die veel te breed is, die ineens verdwijnt, maar dan alleen de onderste laag daarvan. Ja, laat mij even rustig bouwen. The fuck ga je... Ik weet het niet. Tot goed. En Bram, wat ben jij aan het bouwen? Ook een piste niet? Ja, was ik al mee bezig, maar jij blies alles op. Echt niet, je wou je... Ja, naar mijn idee. Allemaal mijn ideeën stelen. Nee, ik zat er eerst op aan te denken. Toen dacht ik, maar ik kan het nooit op de coole manier doen. Maar toen dacht ik, weet je, jij doet ook de loser techniek. Dan kan ik het ook wel doen. Echt niet, die van mij is verwerkt in een waterval. Hé, hey, je kan het ook in een waterval doen. Hé, hey, niet mijn idee pakken, Bram. Ja. Nee, ik dacht serieus. Oh, dan ga jij dadelijk een waterval bouwen. Okay, ik heb de creepers een beetje voor je opgelost. Spannen er nou serieus gewoon squids of niet? Ja. Oké, okay, ik ga het proberen. Zou dit werken? Oké. Hij gaat hier van Dion, let op. Dit wordt lachen. Nee, dit wordt echt niet. Komisch. Of hij werkt niet. Ik wou net zeggen. Omhoog. Oh, wacht. Hey, als je kanon er nog staat, dan heeft het niet gewerkt. Jij zit hier niet aangesloten, Dion. Ik heb je pistons vergeten, wacht even. Kijk, die komen zo. Hij zit hier ook niet aangesloten. Oh, kut. Maar je moet eerst de onderste laag en dan de bovenste laag. Maar ik heb hem verkeerd. Ik heb hem... God. Gaat eentje hoger vermoeden. Oké, ik ben klaar. Rage quit. Oké, Bram, hoe zit het bij jou? Ik ben nog wel even bezig. Oké, dan gunnen we Bram even bouwtijd en zijn we zo bij hem terug. Oké, nou, we hebben hem af. Brams creatie is af. Mijn creatie is af. En, Dion komt er zo bij. Oké, Bram, jij mag eerst. Gaat uw gang. Pressure on me. Als hij het nou niet doet, baal ik wel. Als hij het nou niet doet, sta je wel zwaar verschut, moet ik zeggen. Het kan niet zo verschut staan in Minecraft. Oh, één deur ging open. Ja, de deur ging niet open. Oh! Oh nee, kijk, dit is niet hard. Kijk, dit blokje, dit is weggehaald. Ik weet het zeker, ik heb het getest. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik serieus niet gedaan. Ik had hem getest. Nah, in theorie zou het moeten werken. Kutspel. Dat ding van Bram. Kutspel. Dat hebben die van mij. Ik heb Oh wacht, ik moet natuurlijk wel. Die dingetjes erin zetten. Ja, dat had ik ook kunnen doen, maar ik denk ik zet hem ook maar aan. Oh ja, dat was het. Nee, ik had je tijd gegeven, zoveel je wilde, en zeg je, ik ben klaar. Zeker weten, Bram? Ja, ik ben klaar. Nou, hier komt die van mij. Dan aan de andere kant hopen dat het werkt. Nee! Mijn deuren gingen te laat open. En ik zelf weer schud. Ja, ik pas hem nog even aan. Ja, maar die van mij is van buiten minder te zien dat die kapot is. Dat er water over nee hoor, daar kijk je nog steeds doorheen. Nou, oké, nou, Dion, jouw creatie. Dion heeft al wat. Dion, jouw creatie. Dit bericht is van Dion, aka Duitser. Bij deze ragequit, bij deze ragequit, omdat ik 4 keer mijn ontzettend ingewikkelde compleet bouwsel heb opgeblazen. PS, ik heb Tobias kanon. Huh? Tobias zal waarschijnlijk nu heel boos zijn.
Waar lees ik hem? Heb je mijn kanon opgeblazen? Het was zijn schot, maar je wil dat het is. Die van mij werkte! Heb je die van Bram ook gedaan dan? Op vrolijke dan. Heb je die van Bram ook gedaan? Heb je zijn blokje weggehaald? Ja, kijk, die van mij werkte gewoon. Nou, die van mij hebben we tenminste gezien dat die werkte. Ja, dat is niet eerlijk. Ik had gewoon expres opnemen uitgezet toen ik ging. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, maar die moest je niet zo lang bouwen. Ja, Dion heeft verloren, maar die verminst. Nou, jullie kunnen inbeelden hoe het kanon werkt als Dion er niet mee heeft lopen fucken. Dus dan mogen jullie stemmen wie het mooiste kanon heeft. Dion houden we zo. Die van mij toen niet werkte of die van Bram zoals die nu is. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken allemaal. Heb je nog leuke challenges? Laat ze hier beneden achter, want tot nu toe hebben we heel veel challenges van kijkers. En we zijn zelf niet zo heel creatief, dus elk challenge idee is welkom. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken allemaal. En hopelijk tot de volgende keer.